Ja, goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. En vandaag gaan we het hebben, of de serie is eigenlijk Extreem Normale Helden en de lessen van Jona. Nou, is Jona wel een verhaal, denk ik, wat zowel gelovigen als niet-gelovigen eigenlijk allemaal wel kennen. Is Jona nou een held op sokken of is hij een echte diehard? Er zijn natuurlijk heel veel liedjes over Jona. En we hebben zelfs een pretpark, Jona in de Walvis heet het, geloof ik. Het zit hier volgens mij best wel in de buurt. En nou, jullie kennen vast wel een liedje. Toen ik vroeger jong was, dan pakte hij iemand aan handen en voeten. En dan zei je, toen Jonas in de Walvis zat van je. Precies, 1, 2, 3. Jullie kennen hem allemaal, ik hoor het wel. Ja, dat deed je toch? Ook iedereen die kent dit wel, hè? En doordat er, denk ik, dit verhaal heel vaak geschreven wordt in kinderboeken, lijkt het een beetje op een fantasieverhaal, toch? Alsof het eigenlijk niet echt gebeurd is. Het lijkt wel een sprookje of een vertelling. Maar als we de Bijbel lezen in het Oude Testament, dan zien we tussen de profeten, de kleine profeten, ook het Bijbelboek Jona. En het is maar een heel klein Bijbelboek, want het heeft namelijk maar 4 hoofdstukken. Wie was Jona eigenlijk? Jona was een profeet en hij woonde in het noordelijk deel van Israël en hij heeft geleefd zo rond 750 jaar voor Christus. En een profeet in die tijd, dat was iemand die namens God spreekt, die de wil van God bekend maakt aan de mensen. Het waren hele speciale mensen. Ze gingen niet hun eigen gedachten of ideeën vertellen, maar de boodschap van God voor de wereld. En eigenlijk kan je wel zeggen, zij waren de mond van God hier op aarde. En ze waren niet altijd heel populair, want ze hadden namelijk ook soms geen populaire dingen te vertellen. Ze gingen vaak ook het volk waarschuwen en nou, soms werden ze ook echt wel bijna vervolgd. Jona die wordt een keer eerder al in het Oude Testament genoemd. Niet alleen maar in het Bijbelboek Jona. Hij wordt namelijk ook al genoemd in 2 Koningen. Daar gaat Jona op weg naar naar een koning van Israël en profeteert tegen deze koning. Dat wil dus zeggen dat Jona helemaal geen mythisch figuur was of dat hij niet echt bestaan heeft. Want in 2 Koningen kunnen we hem ook al vinden. Hij was echt. Zijn opdracht was echt. En wat hem overkwam was ook echt. Laten we lezen uit Jona vers 1. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad. En predik tegen haar. Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Dat wordt er tegen hem gezegd. Hij was dus een concreet figuur in de Bijbelse geschiedenis en hij moest een concreet plan uitvoeren. En misschien denk je nu wel bij jezelf, ja, hoe kan dat nou? Een mens 3 dagen lang in de buik van een walvis, toch? We denken altijd een walvis. Het staat er trouwens niet, hè, een walvis. Er staat een vis. Maar ook Jezus in het Nieuwe Testament verwijst naar Jona. En hij vergelijkt de 3 dagen in de buik van het vis met zijn 3 dagen in het graf. Toen de fariseeërs en schriftgeleerden een teken wilden zien, omdat ze eigenlijk niet geloofden, zeggen, ja, doe maar een teken, verwijst Jezus naar het teken van Jona. Lees maar eens mee in Matteüs 12. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, hier wordt geen vis genoemd, maar zeemonster, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn 3 dagen en 3 nachten. Dus Jezus verwijst naar Jona die in de vis zat, walvis zeggen we dan, hè? Oké, ik hoor nu we hebben nu een Amber Alert. Volgens mij is hier vlakbij brand uitgebroken op het Zuidvliet of zo. Ja, is dat zo? Is dat dezelfde Amber Alert? Ik had hem vanochtend ook al op mijn telefoon. Alle ramen en deuren dicht. Dat hebben we hier al wel, denk ik.
Jezus verwijst dus dat het verhaal van Jona, heel duidelijk, eigenlijk zegt Jezus, het was geen fabeltje, het is een echte gebeurtenis uit de geschiedenis. Nou, hoe kan dat nou? Kan toch geen enkel zeedier een mens opslokken, zou je kunnen denken? Nou, dit blijkt wel te kunnen. Dat blijkt te kunnen. Er zijn enkele voorbeelden uit de geschiedenis waar dit eerder gebeurd is. Waar iemand levend uit de buik van een vis is gehaald. Niet 3 dagen, die zat er geloof ik maar een dag in. Maar er blijkt iemand uit de buik van een vis te zijn gekomen. Ik weet ook niet of mijn telefoon er aan staat. Misschien kun je ook even kijken. Want ik hoor allemaal telefoons hier piepen van de Amber Alert. En dat lijkt me toch wel een klein beetje af. Oké. Maar goed. Ja, het is natuurlijk best wel een bijzonder verhaal. Wetenschappers uit Amerika hebben geprobeerd te ontdekken, wat voor vis is dit dan geweest? Hè? Want een walvis blijkt eigenlijk niet eens een vis te zijn. Dat is een zoogdier. En ze hebben eigenlijk, denken ze, dat de walvishaai, wat wel een vis is, de meest waarschijnlijke vis is die dit heeft kunnen doen. Maar laten we eens kijken naar de walvishaai. Ik heb een plaatje van de walvishaai. Daar is hij. Dat is hem. Gek beest, hè? En je ziet hier, deze walvishaai is 10 meter ongeveer. En dat is niet een van de grootste. De walvishaai blijkt ook de grootste vis te zijn in de zee. En je ziet, in deze walvishaai past wel een hele bus. Zoals je ziet. Dus, en wat ook heel typisch is, hij heeft zijn mond aan de voorkant. Zie je dat? Niet aan de onderkant zoals de meeste haaien. Laten we eens kijken naar plaatje nummer 2. Ik heb nog een hele mooie. Nou, daar zie je hem zwemmen, hè, Jona? Daar gaat hij. Zie je hem? Je ziet hem, hè? Hij wordt bijna opgeslokt. Maar wat deze walvishaai zwemt met zijn mond open. Nou, je ziet wat een enorme mond dat beest heeft. En wat hij doet, hij filtert het water. Hij kan dus ook niet kauwen en niet bijten. Dat vond ik namelijk altijd raar in dit verhaal. Ik dacht, ja, als je door een vis wordt opgegeten, word je toch doormidden gekauwd, zeg maar. Maar deze, dit is eigenlijk de stofzuiger van de zee. Hij zuigt naar binnen, hij filtert het water. Hij eet eigenlijk plankton. Het is een heel lief beest, al zou je dat zo niet zeggen. Ze zijn trouwens, las ik, worden ze ook met uitsterven bedreigd op dit moment. En je kunt je, ik kan me dan, als ik dit zo zie, kan ik me eigenlijk wel voorstellen dat je eigenlijk onopzettelijk in het bek van zo'n beest per ongeluk terechtkomt. Dat hij, als hij je aanzuigt, en ik denk dat dat met grote kracht gaat, dat je dan naar binnen gaat. Er was eens een heel, bedankt hoor, het kan wel weg. Er was eens een heel klein gelovig meisje en een sceptische oom van haar. En die vroeg, nou, kan dat nou, Jonas, die in een vis terechtkomt? En ze zegt, ja, weet ik ook niet. Maar ja, ik ben God ook niet. En als ik naar de hemel ga, dan ga ik het vragen aan Jona. Maar die oom zegt van, maar wat als Jona nou helemaal niet in de hemel terechtkomt, maar in de hel? Nou, dan mag jij het hem vragen. Oké. Het woord van God kwam tot Jona. Hij moest naar Nineveh. Nineveh was in die tijd de hoofdstad van Assyrië. Een politieke wereldmacht uit die tijd. En de Assyriërs blijken was het meest wrede volk uit de oudheid. Het is verschrikkelijk wat die mensen gedaan hebben. Je kan het opzoeken in Wikipedia. Ik wil het allemaal niet vertellen, want het is echt, nou, afschuwelijk. Het waren ook de aartsvijanden van Israël. Wreed en meedogenloos. En Jona krijgt juist de opdracht om daar naartoe te gaan om een boodschap van bekering te preken. Wat was zijn reactie? Laten we lezen. Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Vond er een schip, betaalde de overtocht en ging aan boord, weg van de Heer. En dat brengt mij vandaag op ons eerste punt. Vlucht niet weg voor God, maar zoek bij God je toevlucht. En of je het nu leuk vindt of niet, God probeert er alles aan te doen om jou in je bestemming te zetten en om jou te gebruiken voor zijn doeleinden. Wat kunnen we hier dan verleren? Jona vluchtte van God weg in plaats van naar God zijn toevlucht te zoeken. Je kunt je voor God niet verschuilen, staat toch in de Bijbel?
Jona probeert iets onmogelijks te doen. In plaats van naar Nineveh te gaan, wat ongeveer 800 kilometer bij hem vandaan was, wil hij naar Tarsus en dat is wel 3000 kilometer ver. Hij denkt, als ik maar zo ver mogelijk weg ben uit Israël, dan zal God mij niet meer nodig hebben. Want God, in die tijd was het namelijk zo dat God tot de profeten sprak die in Israël waren. Tot die tijd heeft God nooit tot een profeet gesproken buiten Israël om. Dus het is niet zo verwonderlijk eigenlijk dat Jona dacht, als ik zo ver mogelijk bij Israël vandaan ben, dan spreekt hij niet meer tot mij. Want dan ben ik niet meer in Israël. En er waren ook andere profeten in dat land. En die waren dan veel dichterbij. Jona zou gedacht kunnen hebben, dan roept God wel een ander die dit moet doen. En zijn wij niet soms als Jona dat je denkt, laat een ander het maar doen, ik zie het even niet meer zitten. Hoe vaak schuif jij je verantwoordelijkheid af omdat je er geen zin meer in hebt? Of misschien ook wel een beetje bang bent? En als je God soms niet wilt gehoorzamen, kost dat je soms meer moeite en je moet je in allerlei bochten wringen om ergens onderuit te komen. Laten we wel zijn, Job was een gelovig man, hè? Maar toch wilde hij niet luisteren naar de stem van God. Hij nam een andere afslag. Als wij zeker weten dat God iets van ons vraagt om te doen, of misschien om iets niet te doen, dat kan ook, hè? Misschien iets wat je zou moeten opgeven, dan kunnen we gewoon allerlei excuses gaan verzinnen om hier onderuit te komen. Toen ik jong was, en ik was 17 jaar en ik kwam tot bekering, toen liep ik stage in een gezinsvervangentehuis te Vlachtwedde, voor iedereen die dat kent. En in die tijd ging ik ook wel in het weekend vaak op stap, want dat vond ik superleuk. Maar mijn mentor, die mij begeleidde, was jonge vrouw die naar de Baptistenkerk ging. En vaak praten we, omdat ik net tot geloof was, helemaal in de Heer, en praten we vaak over het geloof. En op een gegeven moment zei ze, maar Angelique, maar jij gaat ook op stap. Hoe rijm je dat dan? En ik, ja, nou, dat moet toch kunnen. En dat is, je moet niet zo wettisch doen. En ik begon allemaal excuses te verzinnen. En dat vond ik toen ook echt. En ik dacht van, ja, je moet ook wel een beetje kunnen leven, toch? En toen ging ik een keer op stap. En het was al een paar weken later. En ik was in de disco, want vroeger had je nog disco's. En er was zo'n trap boven de dansvloer. Daar stonden ook altijd veel mensen op. En ik stond daar. En ik weet nog als de dag van gisteren dat ik echt ervoer dat God tegen me zei, wat doe jij hier? Waarom ben je hier? En het kwam zo hard binnen. Ik dacht, ja, wat heb ik met deze mensen gemeen? Waarom ben ik hier eigenlijk? En waarom probeer ik eigenlijk excuses te verzinnen om hier wel naartoe te gaan? Want ik verzon echt ook wel excuses om er onderuit te komen. En vanaf die tijd ben ik ook nooit meer gegaan. Toen dacht ik, er ging een knop bij mij om. Ik dacht, nee, dit is echt niet goed. Het gaat er niet altijd om hoeveel bijbelkennis jij hebt, maar ook of je toepast in je leven. Probeer jij volgens Gods richtlijnen te leven? Of gebruik je misschien alleen de teksten in de Bijbel die jou heel goed uitkomen? En de rest laat je lekker voor wat het is. Ja, het staat wel in de Bijbel, maar dat was voor die tijd. Dat hoor je toch vaak? Was voor die tijd. God is toch een God van liefde, dus alles zal wel goed zijn wat we doen. We pakken de Bijbel en we nemen eruit wat ons lekker uitkomt, wat comfortabel is voor ons en voor de rest slaan we over. We doen gewoon net alsof het er niet is. Maar we houden ons, net als Jona, voor de gek. Op zich namelijk had Jona best wel begrijpelijke bezwaren. Hij wist namelijk dat het volk Nineveh heel bloeddorstig was. En je kunt je voorstellen, het staat er trouwens niet, dat hij misschien wel bang was voor dit volk. En angst is vaak een belemmering om je door God te laten gebruiken. Het is verlammend. Angst is zo verlammend. Maar juist dan, als we bang zijn, mogen we onze toevlucht en onze kracht in God zoeken. Lees maar mee uit de Psalmen. God is onze toevlucht. Hij geeft ons kracht. In de grootste nood heeft hij ons geholpen. En daarom kennen wij geen angst. Al beeft de aarde, al verzinken de bergen in de zee.
In de grootste nood heeft hij ons geholpen. Jona moet wel bij zichzelf gedacht hebben, deze mensen verdienen gewoon Gods oordeel. Dat heb je toch, dat je soms denkt, die mensen die deugen niet. Ze verdienen gewoon geen genade en een barmhartige God. Dat verdienen ze niet. Laat ze maar barsten. Laat ze maar ten onder gaan of laat ze maar branden. Misschien stond zij trots hem wel in de weg. En dat heeft te maken met een beetje een exclusieve levensstelling. Een clubjesgeest. Wat je ook doet, je kunt nooit om de missie van God in. Om de missie van God heen. En ook wij hebben een opdracht. Want Jezus zei, jullie zullen mijn getuigen zijn. Ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. Verkondig het evangelie. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En hoe zit dat dan met jou? In hoeverre zijn we dan trouw in het vervullen van die opdracht in ons persoonlijk leven? Want het is best wel moeilijk, toch? Ik vind het echt heel moeilijk. Vluchten we ervoor weg, net als Jona? Of vervullen we onze roeping? We kunnen net als Jona hier opgesloten zitten in ons geestelijk subcultuurtje. We zien christenen geïsoleerd in hun eigen kerkelijk wereldje. We hebben onze eigen muziek. We hebben onze eigen boeken. We gaan allemaal gezellig naar opwekking en naar dezelfde conferenties. We hebben onze eigen geestelijke taal, die wij als christenen ook allemaal goed begrijpen. Maar waar ongelovigen gewoon echt helemaal niets mee kunnen. Het kan zelfs zo zijn dat we niet eens meer vriendschappelijke contacten hebben met onkerkelijke mensen. Dringen we nog wel door tot de cultuur waarin wij leven? Met Gods licht en met Gods gerechtigheid. Wat zei Jezus eigenlijk over zijn missie en komst op aarde? Lees mee, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer te roepen, maar zondaars. Waar het op aankomt bij ons allemaal, is de vraag, zijn we bereid om alle beschikbare middelen in te zetten om personen te bereiken met het evangelie? Jezus zei, lees mee, jullie zijn het licht in deze wereld, een stad bovenop een berg en die kan niet verborgen blijven. Hoe kun je nou een stad zijn op een berg in deze tijd, zichtbaar voor iedereen? Nou, misschien kun je kijken naar de digitale middelen die God ons ter beschikking heeft. Hoe gaaf is dat? Ik volg op Instagram ook van die christelijke sporters. En ik weet even haar naam niet, maar dat meisje die van Femke Bol, toch? Die gewonnen heeft. Femke was derde toen. Die eerste geworden is. Zij getuigde van haar geloof in Jezus Christus. Zo bijzonder. Net een medaille gewonnen en zegt ze, hoe kom je aan die kracht? En ze getuigt gewoon van haar geloof. Zonder schroom. En dat kunnen wij ook doen, hè? Online of via WhatsApp. Je hebt gewoon de digitale middelen. Deze livestream die we doen met de camera. Sommige mensen zeggen, ja, moeten we mee stoppen? Nee, gaan we niet mee stoppen. Want er zijn mensen nu die kijken. Een paar weken geleden was er een overbuurvrouw hier van de kerk die hier nog nooit geweest is. Ik weet niet of ze überhaupt al in de kerk geweest is. En die zei, goh, zou ik daar ook eens een keer naartoe mogen? Die woont hier gewoon aan de overkant. Is hier nog nooit geweest en volgt ons dan online. Hoe mooi is dat? Er wordt notabene een kerk geplant in Heerenveen. Omdat er behoefte was aan een levengevende kerk daar. Omdat er weinig is voor mensen. Dan kom ik bij mijn tweede punt. God gebruikt soms een storm om ons wakker te maken. Jona was eigenlijk een beetje een gelovige undercover agent. Hij maakte zich op om naar het westen te gaan, terwijl hij naar het oosten moet. Dus compleet de andere kant op. Als je wilt kiezen voor het goede, dan is er altijd wel een boot die de andere kant op vaart. Dat kan ik je nu al zeggen. Je wilt stoppen met roken en opeens schijnt de benzinepomp en zijn de sigaretten in de aanbieding. Je hebt genoeg van al die roddels en je denkt, nou, kapper ermee. En dan komt er een vriendin aan met een sappig verhaal wat je graag wil weten. Maar omdat er meer opties zijn, wil dat niet zeggen dat dit goede keuzes zijn. Je kunt namelijk ook nu, terwijl je hier zit en misschien wel christen bent, op de verkeerde boot zitten. Elk
elke keer als God tegen je spreekt, lijkt het wel alsof je meer opties hebt. En omdat er meer opties zijn, wil dat niet zeggen dat dat goede keuzes zijn. Er is namelijk maar één goede weg en dat is Gods weg. Je moet op de goede boot zitten en je moet in de goede richting gaan. Want als je in je roeping gaat staan, dan zal God door je heen gaan werken. Hij zal je zegenen en hij zal je genade over je uitstorten. Maar weet je, ook de vijand weet dat. Je wordt een bedreiging, omdat hij niet wil dat mensen tot bekering komen. En dat je tot zegen zult zijn voor anderen. Dus hij zal er alles aan doen om jou op de verkeerde boot te plaatsen. Om jou weg te houden uit je roeping. Jou de verkeerde kant op te sturen. Want hij wil je afleiden, hij wil je uitputten, hij wil je ontmoedigen. Zodat jij op wilt geven. Dat je denkt, geef mij Porsche maar een fikkie. Of hoe zeg je dat? Dat je wil opgeven, dat je denkt, laat maar, Heer. Lees maar mee. Maar de Heer wierp een hevige storm op zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald. Was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. Deze ervaren zeelieden gooiden zelfs hun lading in de zee. Nou, dat was natuurlijk hun inkomsten. Dat is wel iets wat je op het allerlaatst doet eigenlijk. Ja, ze vervoerden goederen. Hier verdienden ze geld mee. Het schip dreigt te breken en zij gooien de lading in de zee. Hoe kan je in het midden van zo'n storm rustig slapen? Maar hoe vaak gebeurt het niet dat wij geestelijk in slaap zijn gevallen? En soms gebruikt God dan een storm om je wakker te maken. Wat heeft God tot jou gesproken en stel je maar uit? Moet je het misschien goed maken met iemand? Of moet je iemand vergeven? Of zegt hij dat je uit moet stappen om misschien mensen uit te nodigen voor de kerk? Of misschien wel Alpha en durf je dit niet? Misschien heeft God wel gezegd dat je een taak op je moet nemen in de kerk of ergens anders. En je schuift het maar voor je uit en je denkt, komt later wel, Heer, laat een ander het maar doen. En je blijft gewoon lekker verder slapen. Jona nam een boot en dacht, hoe verder ik ga, hoe makkelijker het wordt. Maar je kunt wel wegrennen van God, maar je kunt je niet verstoppen. Je kunt proberen om het woord van God, zoals ik al zei, met een korreltje zout te nemen. Het zal allemaal wel een beetje loslopen. Maar vroeg of laat kom je echt jezelf tegen. Jona ging naar beneden en lag te slapen. Maar ook jij en ik, wij kunnen slapend door het leven gaan. Niet serieus zijn met wat God voor ons bedoeld heeft. God kan stormen op jou afsturen en op mij afsturen om me wakker te schudden. En vaak als we in de problemen komen, dan roepen we naar God. God, help me, ik kan het echt niet. Maar zonder deze stormen blijf je misschien wel slapen. En ik wil niet zeggen, absoluut niet zeggen, dat alle stormen die in jouw leven op je afkomen, dat komt omdat wij ongehoorzaam zijn. Maar er kunnen stormen zijn die we zelf veroorzaken. Soms zijn het gewoon onze eigen domme keuzes waardoor we in de problemen komen. Je kunt niet altijd alles afschuiven op de duivel, op andere mensen, iedereen de schuld geven. Soms kan dat, maar niet altijd. Want Jona, wat antwoordde hij? Hij zei, gooi me in de zee, dan zal de zee jullie met rust laten, want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Mijn schuld. Die ervaren zeelui, die hadden door dat er iets niet deugde en riepen ieder tot hun God. God wilde alleen maar de aandacht van Jona. Het probleem was niet Nineveh, niet de goddelozen, niet de wereld, maar de gelovige Jona. Die was het probleem. En nadat ze een lot hadden geworpen, gaf Jona toe dat het zijn schuld was dat die zware storm er was. Lees maar mee. Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord en waar kom jij vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je eigenlijk? Jona antwoordt, ik ben een Hebreeër en ik vereer de God van de hemel. En deze vind ik ook zo apart, die de zee en het droge gemaakt heeft. Hij zegt ook nog, mijn God heeft de zee gemaakt. Die mannen werden doodsbang toen hij vertelde dat hij gevlucht was voor de Heer.
wat moeten we met jou doen? Zeggen ze, gooi me maar in de zee, zegt Jona. Maar die zeelui wilde dit helemaal niet. Ze probeerden uit alle macht om die boot aan land te krijgen. Ze begonnen te roeien met die boot. Dus ze dachten, ja, ga die man niet in zee gooien. Die ongelovige zeelui hadden compassie en genade voor Jona, ook al zaten ze in de problemen door hem. Zij zaten ook in die storm, hè? Niet alleen Jona, ook die zeelui. Je kunt namelijk in de problemen komen en door moeilijkheden heen gaan, omdat je mensen in je leven toelaat waar je geen omgang mee zou moeten hebben. Mensen die bewust tegen alles wat de Bijbel zegt ingaat. Geen boodschap hebben aan God. Je zit op de verkeerde boot met de verkeerde mensen. Je eindigt op plekken waar je niet wil zijn. Je doet dingen die je niet wil doen. En misschien is dat wel een reden waarom er zoveel stormen op je afkomen. Bedenk dit heel goed. Wie laat jij toe in jouw boot? Maar de zee werd steeds wilder. En uiteindelijk wierpen ze hem in zee. En meteen hield de storm op. En de zee werd rustig. En de zeelui bekeerde zich en brachten offers aan God. Lees mee. Wees steeds bereid iedereen van antwoord te dienen die tekst en uitleg vraagt van de hoop die in u leeft. Jona wilde niet vertellen van zijn geloof en hoop. Hij was undercover, weet je nog? Hoe zit het met jou? Ben jij ook vandaag een undercover Christen? Weet ze op school wel dat je gelovig bent of in de buurt? Dat je misschien andere waarden en normen hebt dan je vrienden om je heen? Of doe je dat alleen op zondag en bij mensen van de kerk? Ben je bereid, zoals Petrus zegt, om iedereen die uitleg vraagt van de hoop die in jou leeft, om die uitleg te geven? Als we kijken vanuit de ogen van Jona, verdienen alleen mensen genade die naar de kerk gaan en gelovig zijn. Maar je kunt het ook bekijken vanuit ander perspectief. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik de eerste plaats inneem. Zondaren te behouden onder welke ik de eerste plaats inneem. Dat brengt me bij punt 3. Bid in al je omstandigheden en breng God eer. Jonas werd opgeslokt door de walvishaai. Hij zat daar 3 dagen en 3 nachten. En dat is natuurlijk een wonder, want hij had gewoon ook dood kunnen zijn. Maar God was genadig voor Jona door hem te laten leven. En nu zien we in het verhaal dat Jona voor het eerst gaat bidden. Hij had natuurlijk al veel eerder kunnen bidden, maar hij begint nu pas te bidden nu hij echt in de moeilijkheden komt. Nou, dat herken ik ook wel. Als het goed met me gaat, en ik weet niet of jullie het kent, dan ligt het gevaar toch op de loer bij mij dat ik wat minder met God bezig ben. Ik bid minder, ik lees minder Bijbel. Maar als er dan iets gebeurt of ik hoor iets, dan denk ik, oh Heer, daar moet ik voor bidden. Dan denk ik, oei, ik heb de Heer hierbij nodig. Hij had kunnen bidden voor Nineveh, had kunnen bidden voor de stad, dat de mensen zich mochten bekeren. Hij had kunnen bidden voor de veiligheid van de zeelui. Maar hij begon pas te bidden toen hij zelf in de problemen kwam. Jona 2, vers 2. Lees maar mee. In mijn grote moeilijkheden riep ik de Heere en hij antwoordde mij. Ik riep vanuit de diepte van de dood en u hoorde mij, Heere. U wierp mij in de diepe zee. Ik ging onder in het kolkende water en werd bedekt door die wilde, woeste golven. Jona kende de Bijbel en hij was gelovig. Hè? Hij citeert de psalmen in zijn gebed 8 keer. Hij bidt het woord van de Heer. En ik denk dat hij toen hij in de buik van de vis was, dat hij niet zo'n standaard gebedje heeft gezegd van dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag. Dat kunnen wij ook wel doen, toch? Je bidt of je zegt een versje op en eigenlijk heb je heel je verstand er niet bij. Ik denk dat hij in die vis het echt uitgeschreeuwd heeft naar God. Hij is gewoon, denk ik, echt in paniek geweest. Help God, wat doet u nu? En de kracht van Jona's gebed hier is dat hij ervoor kiest in zijn gebed om God gehoorzaam te zijn. Lees maar eens mee. Maar ik zal nooit iemand anders aanbidden dan u. Want hoe kan ik u genoeg danken voor alles wat u voor mij gedaan hebt? Mijn besluit staat vast. Ik zal met een loflied op de lippen mijn beloften nakomen. Want verlossing komt van de Heere alleen. En dan staat er
ik zal mijn belofte nakomen. Dan staat er dat God de vis het bevel geeft om Jona uit te spugen. Het is dus nooit te laat. Het is nooit te laat om tot God te bidden. Zelfs niet als het water je aan de lippen staat. En wat zo bijzonder is aan die walvishaai, in de National Geographic heeft een heel artikel over dit beest gestaan. Maar het blijkt dus ook dat de anatomie van de maag van dit beest zo is gemaakt, dat als er iets verkeerd in komt en hij kan het niet verteren, dat hij met heel veel slijm gaat braken. Nou, dat is wel heel typisch. Dat het zo gebeurd is. God geeft de vis de opdracht om Jona uit te spugen. Verlossing komt van de Heer alleen. En dat brengt mij naar het allerlaatste punt, punt 4. God wil ons een bewogen hart geven voor mensen. Jona heeft God dus beloofd nu om zijn belofte na te komen. Dus hij moet wel op weg naar Nineveh. En in de Bijbel lezen we niet, dat is ook heel apart, we lezen niet dat Jona Nineveh oproept tot bekering. Wat hij wel doet en zegt tegen de inwoners van Nineveh, hij zegt nog 40 dagen en dan gaan jullie er allemaal aan. Dat zegt hij. Lees maar. Hij zegt niet, bekeert u, doe je zonde weg of doe je boze dingen. Ik denk persoonlijk eigenlijk wel dat hij dat gedaan heeft. Maar dat staat niet in het verhaal als je Jona naleest. Nog 40 dagen en you're toast, dat zegt hij. Jullie gaan er allemaal aan. De stad wordt omgekeerd. En wat ook eigenlijk best wel typisch is in het verhaal, dat de mensen het meteen geloofden ook. Een heel, heel boosaardig, kwaad volk, maar ze namen het ook meteen aan. En zelfs de koning die die boodschap te horen kreeg, die liet het in de stad omroepen. Iedereen moest rouwkleding aantrekken en dat bleek nogal heel zwaar te zijn, die kleren. En ze mochten niet meer eten of drinken. Uit de geschiedenis blijkt ook, is onderzocht, dat er een vasten is uitgeroepen van 100 dagen in die tijd. En dan staat er in Jona 3, lees mee, iedereen moet luid tot God roepen en ophouden met het doen van slechte dingen. Iedereen moet spijt hebben van de slechte dingen die hij heeft gedaan. Wie weet zal God dan zijn plannen veranderen en niet doen wat hij heeft gezegd. Misschien zal hij niet langer boos zijn en zal hij ons niet doden. Dat zeggen de mensen in Nineveh. Hè? Ze hadden misschien meer vertrouwen in de genade van God dan Jona zelf. De mensen van Nineveh hadden de hoop dat God hun genadig zou kunnen zijn. Dat het lot wat Jona had uitgesproken, dat hij dat toch niet zou doen. En Jona kende God heel goed. Hij wist dat als de mensen zich zouden bekeren, dat God de stad niet zou verwoesten. En hij was er woedend over. Lees maar eens mee. Maar Jona vond dat helemaal verkeerd. Hij was er woedend over. Hij zei tegen de Heer, daar was ik al bang voor toen hij nog in mijn eigen land was. En daarom ben ik eigenlijk ook naar Tarsus gevlucht. Want ik wist wel dat u een goed en liefdevol God bent. Ik wist wel dat u geduldig bent en medelijden heeft met mensen. En dat u goed voor hen wil zijn. Ik weet dat u liever niet straft. Wat Jona niet aan anderen wilde geven, gaf God aan hem. God had hem net gered, hè, uit een vis. Maar Jona gunde de mensen in Nineveh geen redding. Met tegenzin ging hij naar die stad. 3 dagreizen. Hij diende God wel met zijn hoofd, maar eigenlijk niet met zijn hart. Hij ergerde zich gewoon aan Gods genade. God kijkt niet alleen maar naar wat wij doen, maar hij kijkt ook naar waarom we het doen. Met welke houding doen we het. Jona had een van de grootste opwekkingen uit de geschiedenis teweeg gebracht. En hij baalde. Hij was gewoon woedend. Iedere preker zou toch in extase zijn, in euforie, een opwekking. Maar Jona, hij miste toch het hart van God. Hij had wel dezelfde boosheid als God over de zonde, maar hij had niet dezelfde genade voor de mensen. Je kunt Christus zijn, de Heer kennen en toch op anderen neerkijken en jezelf beter voelen dan de rest. Hoe stel jij je op en ik tegen mensen die misschien niet naar de kerk gaan?
voelen we bewogenheid voor ze? Voelen we ons bedreigd of vinden ze ze niet leuk of niet aardig of vies? Jona was buiten de stad gegaan en daar had hij zich neergezet. En hij wachtte gewoon af na 40 dagen wat God met de stad zou doen. Ik denk echt dat hij hoopte dat God gewoon alsnog die stad helemaal weg zou vagen. Hij bleef koppig op een afstand staan in de hoop dat de stad zou verwoesten. God wil goed zijn, ook voor mensen die jij vandaag niet mag. En die zich misschien ook wel vijandig gedragen. Hoe zit het met je? Waar komt jouw ergernis vandaan? God geeft Jona een tweede kans. Doen wij dat ook met andere mensen die ons misschien pijn of verdriet of gekwetst hebben? Geven wij mensen een tweede kans of schrijven we ze af? Hebben wij als CLC Leeuwarden wel een hart voor de mensen in onze stad? Misschien voor andere steden hier in Friesland? Ik doe hier wel eens de boodschap op het Cambuurplein en dan zie je toch een volk lopen dat ik soms denk, wat zijn dit allemaal voor? Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben of dat ik het enigste ben. En ik weet dat er heel veel christenen zijn die humanitaire hulp geven. En dat is prachtig, laat ik dat voorop stellen. Maar wat me wel eens opvalt en stoort is dat er dan gezegd wordt, we praten maar liever niet over ons geloof, want dan zouden ze wel wat aanstoot aan kunnen nemen. Maar volgens mij slaan we dan echt de plank mis. Er zijn namelijk heel veel humanitaire organisaties die heel goed werk doen zonder geloof. Als wij niet zeggen over de hoop die in ons is, over de liefde van God, over dat Jezus gekomen is om te sterven voor ons, hoe zouden die mensen dan tot geloof moeten komen? Als wij onze mond houden, dan klinkt het misschien wel heel mooi om te zeggen, ze moeten het aan onze daden zien. En dat is ook waar, hè? Maar dat is niet de hele waarheid. Want Paulus zegt heel duidelijk, en lees maar mee, als zij nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen zij hem dan aanroepen? Als zij nooit over hem gehoord hebben, hoe kunnen ze dan in hem geloven? Als niemand over hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Ai, dat doet best pijn, hè? Want ja, in de christelijke kringen hoor je toch wel heel vaak, we zijn de handen en voeten van het lichaam van Christus. Maar hoe zit het met onze mond? Het is veilig om niets te vertellen over ons geloof. Het is best beangstigend om soms te zeggen dat je christen bent of te vertellen. En we kunnen hier ons gewoon achter verschuilen. Dan worden we undercover christenen, net als Jona. Wij doen niet voor niets als CLC Alpha in het najaar om mensen kennis te laten maken met het christelijk geloof. En ja, zeker, het is super spannend om mensen uit te nodigen. Het is super spannend en ook soms nodig je mensen uit en dan willen ze niet. Maar als jij het niet doet, wie moet het dan gaan doen? Hoe moeten mensen dan tot bekering komen? Hoe kunnen ze dan in hem gaan geloven? Dat staat er. Ik wil graag gaan bidden en ik wil bidden dat we een bewogen hart gaan krijgen voor de mensen om ons heen. Dat we ons door God laten gebruiken om zijn mond te zijn. Dat we niet wegrennen de andere kant op en denken, laat anderen het maar doen. Dat we beschikbaar zijn, dat we geen angst hebben om voor ons geloof uit te komen. En dat we erover vertellen aan mensen, als mensen erom vragen. Ik bedoel niet als een een olifant in een porseleinen kastje, maar wel met tact uiteraard. Ik wil vragen of jullie gaan staan en gaan we bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor het voorbeeld. Ja, wat u gegeven hebt door de profeet Jona heen, Heer, dat er zoveel levenslessen uit te halen zijn. Heer, en net als Jona, Heer, zijn wij soms ook gewoon geneigd om de andere kant op te rennen. Weg bij u, Heer. En vinden we het ook allemaal moeilijk. En het is ook moeilijk om soms voor je geloof uit te komen. Om christen te zijn in deze wereld. Maar ik wil bidden, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat we niet bij u weg zullen rennen. Maar dat we naar u toe zullen rennen. Heer, dat als het moeilijk wordt, dat we kiezen voor u. Heer, dat we niet, Heer, op een andere boot gaan springen, maar dat we een goede boot springen. Heer, dat we mogen weten wat onze roeping, wat onze bestemming is in u.
Heer, we willen u ook de eer blijven geven in alles wat u doet. We willen blijven bidden, Heer, of het nu moeilijk gaat in ons leven of makkelijk. Maar dat we mogen weten, Heer, dat we bij u altijd terecht kunnen. Dat we bij u terecht kunnen met alles wat we hebben. En we willen echt bidden, Heer, dat... Heer, we kunnen zo makkelijk denken, oh, Jona veroordelen om wat hij doet, Heer. Maar eigenlijk schuilt er een Jona in ieder van ons. En dat willen we ook belijden, Heer. Zo vaak benutten we niet de kansen, Heer, die we krijgen. En ik wil u bidden, Heer, dat u ons vergeeft en dat we toch, Heer, mogen uitstappen in geloof met u. En ik wil u ook bidden, Heer, dat we echt bewogenheid krijgen voor de mensen om ons heen. Heer, soms worden we oppervlakkig en dan ja, doet het ons niets meer. Maar dat we mogen weten, Heer, u houdt van alle mensen. En dat we mogen getuigen van u, want u bent voor ons gestorven. U bent gekomen naar deze aarde om te sterven. U zegt ook in uw woord dat de zieken, Heer, die hebben u nodig. En niet de rechtvaardigen. We willen bidden dat u de kracht geeft aan ons. Dat we echt een bewogen hart mogen hebben voor onze stad... voor onze provincie, voor ons land, voor de mensen in onze buurt, voor onze families, voor mensen die we kennen. Geef ons een bewogen hart voor de mensen om ons heen. Geef ons uw hart, dat we mogen voelen, Heer, dat u van iedereen houdt. En dat we, ja, dat we uw boodschap van redding en verlossing mogen brengen naar een wereld in nood. Want de velden zijn wit om te oogsten. Heer, maar er zijn weinig arbeiders. En ik wil u bidden dat de mensen die hier zitten... dat het arbeiders mogen worden voor uw koninkrijk. In uw naam bid ik, in Jezus' naam.